Hallo allemaal, ik ben Arjan Bokslaar met het Terschelling TV-journaal van 31 augustus 2018. Met deze week onder andere Cranberry Oogst weer van start. Succes voor voorstelling Nacht in de Sint-Janskerk. De Cypriaanrace, nieuwe stijl. Grote gebied voor de grazers van Staatsbosbeheer. En Bert Visser ging even vissen in het meertje van Hee. Maar eerst nog even dit. Mocht u nog geen abonnee zijn van Terschelling TV, klik dan even op de rode button hieronder. Want wij worden daar heel erg blij van. En u blijft op de hoogte van wat er gebeurt op Terschelling. Maar nu eerst het weer. Ja, deze week was het weer van alles wat. Een beetje regen, een beetje zon. Af en toe stak de wind even zijn kop op. Kortom, najaar. Maar komend weekend keert de zomer weer even terug. De temperatuur stijgt weer en het blijft droog. Dus wat wil een mens nog meer? Ze zeggen wel eens, na regen komt zonneschijn. Nou, dat hebben we gemerkt. Na een kletsnatte winter kwam de zon. En hoe? En laat dit nou precies het juiste recept zijn voor een weldadige cranberryoogst. Was die vorig jaar nog een beetje mager? Dit jaar is het een waar feest. We spraken even met Jan Elkhuizen over de mega-oogst en hoe die deze week van start ging. Jan, cranberry, maar hoe is je echte naam ook weer? Jan Elkhuizen. Elkhuizen, Jan Elkhuizen. Ja. We staan hier midden in de cranberryvelden van Terschelling, op Oosterend in dit geval. De jongens zijn aan het lunchen. Ja. Voor wat de plukkers. Na gedane arbeid, hè? Ja, precies. Maar nog wel bezig, denk ik, hè, vanmiddag. Ja. Het schijnt een goed jaar te worden, hè? Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Want dreigt een recordje te worden? Nou, dat vermoed ik niet. Want we hebben 2 jaar geleden hebben we wel heel erg veel cranberries geoogst. Ik denk niet dat we die score halen. Maar, en dan heb je het over hoeveel ton Dat was dat we over de 200 ton gingen. Oké, dat is wel heel veel. Dat was wel extreem veel. Vorig jaar helemaal niks, hè? Vorig jaar, nou wel ja, wat. Wel, maar dat vergeleken met het jaar ervoor was het voor je gevoel niks. Peanuts, klopt, klopt. Het was echt in de marge. Die hele plukkerij, hè? Dat is tegenwoordig wat anders georganiseerd als vroeger. Vroeger was het gewoon, kon je gewoon gaan plukken en dan mocht je aanschuiven, zeg maar. Ja. Dat is tegenwoordig anders geregeld, toch? Nou ja, dan moet je vooral bij André zijn. Ja? Die regelt en coördineert het plukken vooral. Ja, ja. En het is wat geprofessionaliseerd natuurlijk. Hè? En wat voor zin? Sowieso de soort plukbakken, de manier. Hier werken ze altijd met z'n drieën samen. Dus niet ieder voor zich. Dat is op zich een veel gunstigere manier om samen een hoop kilo's eruit te slepen. En dat bewijzen deze jongens ook. Ja. Jullie zijn vroeg begonnen, of niet? 2 jaar geleden waren we net zo vroeg. Okay. Dus het is niet laat, maar we hebben ook een hele warme zomer gehad. Ja, en het precies. Ziet er goed uit. En ja, het moet er wel af voordat het echt nat begint te worden, het liefst. Ja, en ja, het begint al. Ja, ja. Dus, Raindrops keep falling on my head. Ja, hè? Ja. Ja. Nee, maar jullie hebben natuurlijk voor die cranberries eigenlijk wat de ideale omstandigheden zijn. Zeiknat voorjaar. Ja. Geen vriezerij in mei en april. Klopt. En dan een warme zomer. Dat is bingo. Ja, dat is wel het mooiste. Maar ik maakte me deze zomer wel zorgen dat het te droog zou te zijn. Te droog? Ja, maar net als iedereen met landbouw natuurlijk. Het was gewoon heel erg droog. Alleen, ja, ze hebben zich heel erg goed gehouden. En het was inderdaad wel heel erg nat afgelopen winter en voorjaar. Ja, want dus, het stond hier blank. Het was extreem hoog. En dat is ons geluk denk ik nu wel geweest. Dat de voorraad zodanig was dat hij die warme zomer kon overbruggen. Ja, precies. Die bessen die gaan dan van hieruit naar Centraal Verwerkingsstation in West. Ja, klopt. Wat gebeurt er dan mee? Dan gaan ze in big bags. Wij hebben een sorteermachine. We drogen ze eerst. Daarna worden ze gesorteerd. Takjes eraf, blaadjes eraf, wat zandkorreltjes eraf. Dan gaan ze in big bags. En die big bags die zetten we op transport. Die exporteren we naar Harlingen. En, naar de fabriek? Eerst naar het vrieshuis. Je hebt een groot vrieshuis nodig. En je snapt zelf wel dat wij dat hier niet kunnen houden. En ook niet in eigen vriezers. Dus dat gaat in zo'n groot vrieshuis. Okay. En daar kunnen we het weghalen naar behoefte. Die huren jullie gewoon in? Nou, je betaalt in feite per pallet. Gewoon. Ja, precies. Maar hoeveel van die big bags heb je al eraf gehaald deze week? We zijn 2 dagen bezig. Ik ben met de 13e big bag bezig. Oké, dat gaat lekker dus. Dat gaat best lekker. Zit een ton in? Nee, dat halen we niet. Nee, 800, 900 kilo? Nee, 700 kilo ongeveer. Tot hoe lang loopt die pluk door?
Nou ja, we proberen altijd met de herfstvakantie wel klaar te zijn. En soms zijn ze eerder klaar als er geen cranberries meer zitten natuurlijk. Nee. Maar dit jaar zal het denk ik ontspannen of het gehaald wordt. Door de hoeveelheid. Kan. Door de hoeilheid, maar ook weersomstandigheden. Dus in feite 8-9 weken of zo. Ja, dat moet je wel op rekenen. Ja. En, kijk, we zeggen altijd een kleine 8 weken dat ongeveer de oogst duurt. En dat is ook meestal zo. Ja. Maar ja, je moet altijd een slag om de arm houden, want ze beginnen nu al te bellen van wanneer wordt het vrijgegeven? Ja, voor de, over de napluk. Ja, voor de napluk, ja. Dat bellen ze al, soms al in het voorjaar hoor. Maar die napluk die gaat beginnen op het moment dat jullie hier weg zijn, geven jullie dit vrij? Nee. Tegenwoordig is het in 1 keer dat vrij wordt gegeven. En dat is? Wanneer? Dus, dat is eigenlijk meestal een week voor de herfstvakantie proberen we. Okay. Dat, maar fijn, dat lukt niet altijd natuurlijk. We hebben ook wel eens gehad dat we een deel hebben vrijgegeven inderdaad. Omdat we nog niet helemaal klaar waren. En we hebben zelfs al gehad dat Bart... Even kijken, waar zit hij? Oh nee, hij is onderweg. Hij is onderweg. Dat hij nog aan het plukken was, terwijl de napluk al begonnen was. Toen kregen we klachten dat de mensen met een bak waren plukken. Maar ja, dat was een plukker van ons. Ja, precies. Dat zijn natuurlijk allemaal... Je mag niet met een bak plukken, toch? De napluk is niet met de bak. Onze plukkers plukken op een bepaalde hoogte. En als je nog lager gaat, trek je ook heel makkelijk heide ermee uit. En dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, okay. Nou, ik zou zeggen, succes. Dat zal wel goed komen. En haal die laag er maar af. Ja. Die korst. Ja. Vroeger noemen ze het een korst. Ja, dat is het er ook. Er zitten beste korstbessen opzij. Ja. Ja, dat is ook zo. Nou, succes. Oké, dank je. Dat was het vanaf de Bosplaat. Het gebied voor de grazers van Staatsbosbeheer wordt uitgebreid tussen de Longway en het Recrea. Het moet ongeveer 2 keer zo groot worden. Remy Hougé, wie kent hem niet, legt uit wat de bedoeling is en vraagt u om uw mening. Remy, jullie hebben een website in de lucht. Ja. Echt Terschelling. Ja. Dat is een initiatief van Staatsbosbeheer. Ja. En waar is die site eigenlijk precies voor bedoeld? Ja, het is eigenlijk bedoeld om meningen van mensen te peilen, zodat we dat mee kunnen nemen in het beheer of in keuzes die we maken in het beleid. Dus het is www.echtterschelling.nl. Ook andere partijen die maken er ook wel eens gebruik van. Op dit moment is ook de provincie een van de partijen die gebruik van maakt. Okay. We hebben zo'n 500 mensen van de Wal die er platform lid zijn en 500 eilanders. Mm-hmm. En het staat open voor iedereen om zich erop in te schrijven. En jullie hebben in de loop der tijd hoeveel vragen of hoeveel enquêtes al weggestuurd? Dat is een goede vraag. Hier ga ik even over nadenken. In principe zaten we op 12 per jaar. Ja? Toen kwamen we erachter van we hebben een hoop dilemma's hebben we eigenlijk wel al gedeeld en hebben we al reacties op gehad. We zitten nu op 6 per jaar. Dus 1 keer per 2 maanden dan gaat er een enquête Een enquête in. Uit. Ja. Ja. En je zei net al, 500 eilanders zijn steenvaste mensen die reageren, maar ook 500 mensen aan de Wal. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het zijn 1000 platformleden. Ja? En de reactie is het tussen de 50% en 60%. 60%? Ja, dat is best een hoop trouwens in de enquêtewereld. Maar als je dus uitgaat 500 eilanders, dus dat er tussen 250 en 300 mensen ook iets van zich laten horen. En dat jullie dat doen is niet omdat jullie ergens over twijfelen, maar je wilt gewoon... In sommige gevallen ook hoor. Weet je, het zijn dingen... Kijk, als wij zeggen van dingen die moeten gebeuren, dan gaan we ze ook niet vragen. Hmm. En want dan heeft het geen nut om een mening te peilen. Als we weten van iets moet wettelijk gezien of voor de natuur zijn bepaalde dingen echt nodig, dan gaan we niet vragen wat vinden jullie ervan. Dus het zijn wel dingen waar we zelf denken van hier kunnen we 2 keuzes of 3 keuzes in maken. Ja, als het ons om het even is, dan kunnen we die keuze voorleggen aan het publiek. En merk jij verschil hoe eilanders reageren en hoe mensen van de Wal reageren? Nee, dus eigenlijk is dit wel grappig. In het begin dachten we zelf ook van het moet wel even een beetje evenwichtige verhouding zijn. En we hoorden ook op het eiland wel een hoop mensen die zeiden van jongens, dadelijk gaat de badgast bepalen wat er gebeurt. Nou, ik vind zelf de badgast, die mag zeker wel een stem hebben. Uiteindelijk zijn we daar met z'n allen volgens mij ook heel blij mee. Ja, dat die naar het eiland komt. Maar de eilanders die hebben toch wel de grootste stempel, lijkt me op, hoe het eiland erbij ligt. En het blijkt nu, de afgelopen 2,5 jaar, dat de meningen die verschillen in procenten. Dus soms is het de meerderheid is voor en de meerderheid is tegen. Maar dan is de eilanders bijvoorbeeld 65% en niet-eilanders 68%. Dus het gaat echt om een paar procent maar. Jullie hebben nu onlangs weer een nieuwe enquête geïnitieerd. En het gaat over stikstof in combinatie met begrazers. Ja. Wat is precies de inzet van die enquête geweest? De inzet in de enquête is om te kijken wat mensen vinden van de inzet van meer begrazingsgebieden. Het is namelijk zo dat eigenlijk is dit een enquête die de provincie heeft aangeleverd. Die wij samen met de provincie op de website hebben gezet. Het is zo in het kader van de PAS, de programmatische aanpak stikstof. Krijgen wij de opdracht van de provincie om iets te doen aan het stikstofoverschot. Nou ja. Even heel kort, er zit een heel veel achtergrond achter, maar dat is eigenlijk heel kort. Ja, ja. Nou, een van die 3 maatregelen is extra begrazingsgebieden instellen. Dus
grotere gebieden laten begrazen. We staan hier nu bij Eldorado en daarachter aan die kant hebben we Masterbroeken. Er zijn al vrij grote begrazingsgebieden. Ja. En een van die maatregelen is om die uit te gaan breiden. Dus okay. beide worden ongeveer verdubbeld. Nou, er zijn verschillende opties. We kunnen ze met elkaar één gebied ervan maken, waardoor een stuk van de longway erin komt, of een stuk van de badweg in het begrazingsgebied komt. Mm-hmm. Dat heeft voordelen, heeft nadelen. Het voordelen is dat het één kudde wordt en de dieren kunnen zich dan verplaatsen. En ik moet persoonlijk denken, ja, qua beleving heeft het ook wel iets. Weet je? Dat je gewoon, als je hier fietst, dat je weet van we kunnen hier grazers tegenkomen. Dat heeft wel een beetje oernatuurgevoel of zo. Aan de andere kant vinden sommige mensen het juist misschien minder prettig. Als de badweg erin komt, heb je ook dingen met verkeer natuurlijk waar je over na moet denken. Ja, ja. Dus eigenlijk die dilemma's, omdat wij ook zeggen, ja, het heeft voor de natuur, ecologisch gezien, is er niet één ding wat moet worden. Dus die dilemma's hebben we eigenlijk op de enquête. Dus de kernvraag is nu niet A, mag het uitbreiden, maar B, hoe gaan we dat toepassen? Ja, ja. En daar is weer, het is goed dat je het zo zegt, want daar is voor ons ook weer, weet je, er wordt uitgebreid. Dat is gewoon een uitgangspunt. Dat is een opdracht die hebben wij gekregen van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeheer. En die heeft gewoon gezegd, Staatsbosbeheer Natuurbeheerder, wij willen dat je gaat uitbreiden in begrazing. Dus dat is gewoon een uitgangspunt. En vervolgens is de manier waarop, daar kunnen we het dan over hebben en dat, die vraag stellen. Dus iedereen mag reageren. Dus ja. Iedereen die kijkt. Ja. Daarvoor moeten ze naar welke site? www.echtterschelling.nl. Okay. Daar kan je inschrijven. Je schrijft je in, dan mag je je gegevens invullen. Hoeft niet. Mijn advies is, geef in ieder geval wel aan of je wel of niet van het eiland bent. Dat is denk ik gewoon goed om dat onderscheid te kunnen maken. En verder, ja, je mag ook andere gegevens invullen, maar die blijven wel allemaal anoniem. Dus het is niet zo dat wij daar zicht op hebben. Het verwerkende bedrijf, dat kan het bekijken, maar dat mag natuurlijk allemaal niet met de privacywetgeving. Dus wij zien niet wie je bent. Maar het is wel een middel om je stem te laten horen. Okay. En de resultaten van de enquête krijg je altijd terug? Ja, altijd. Altijd? Ja. Dus dan weet je ongeveer hoe iedereen dacht en of dat een beetje overeenkomt met wat jij in je hoofd had. Ja, precies. Ja. En als je nu nog inschrijft, dan kan je deze enquête nog meedoen. Dan kun je nu nog meedoen? Ja. Tot wanneer loopt die nog? Ik durf zo even niet te zeggen, maar volgens mij in ieder geval nog ruim een week. Oh, okay. Misschien nog wel wat langer, durf ik even niet precies. Nee. Maar als je eenmaal lid bent, krijg je vanzelf weer een nieuwe enquête als daar weer aanleiding toe is. Yes. Ja. Begrazingsgebieden, laten we het daar even over hebben. Dit stuk hebben we dus al en hier achter ons komt erbij, de Masterbroek komt erbij. Nee, die is er ook al. Ja? En die worden beide uitgebreid. En wat gaat er, wie gaat er op grazen? Eigenlijk dezelfde dieren die er nu ook al rondlopen. En dat zijn? Dat zijn Exmo-ponies. En Galloway-runderen. En de Galloway-runderen. Ja. De aantallen worden niet heel erg vergroot. Dus de aantallen die we nu hebben, gaan dan hetzelfde, of de verdubbelde oppervlakte. Mag je er ook trouwens ook in straks? Ja, ja, nee, dat is wel, weet je, uiteindelijk op de Schelling mag je van de paden, mag je het gebied in. En dat willen we ook graag, dat zo blijft. Dus we hebben veel doorgangjes waar je over de draad in kan. We willen ook, dus als je hier ziet, die draad, het is een enkele draad, omdat we hem zo min mogelijk willen laten opvallen in het landschap. Er is allemaal wel een beetje over nagedacht. Maar het blijft wel een belemmering. Dat vinden we eigenlijk jammer. Daarom vinden we ook, als je een groot gebied hebt, heb je die belemmeringen weer minder. Nee. Dat is ook weer een voordeel van een groot gebied. Maar ja, we zeggen, sommige mensen vinden die beesten eng. Ja, dan is dat weer een nadeel. Okay. Als je mening wel, is toch een leuke vorm van democratie eigenlijk, wat jullie toepassen. Ja, nou, we hopen dat het werkt. En tot nu toe zien we wel dat een hoop mensen reageren. Dus dit, weet je, ook voor en tegenstanders van beleid, we roepen iedereen op, laat je gewoon horen. Uiteindelijk proberen wij meningen mee te nemen. Dus. Nou, Remy, bedankt weer voor deze keer. Top. En de volgende keer snijden we weer een onderwerp aan. Doen we. Goed zo. Okay. Dankjewel. Een van de oudste sportevenementen die bijna elk jaar op de Schelling plaatsvindt, is de Cypriaan Race. Was het tot nu toe altijd een afvalrace met paarden onder het zadel? Dit jaar is gekozen voor een totaal andere opzet. Wij waren nieuwsgierig over hoe dit uitpakte. Pas op, breek je nek niet. Ja. Albert. Ja. Nieuwe stijl. Nieuwe stijl. Ik moet zeggen, ik vind het leuk. Ik waarom? Vind het... Maar waarom? Waarom nieuwe stijl? Oude stijl, de laatste keer hadden wij drie ponies en zes paarden, geloof ik. Ja. Het werd steeds minder. Paardenliefhebbers vonden het niet leuk meer op laatst. Nee. En dit is het Sint-Jans. Twee mensen van het Sint-Jans comité hebben met de paardenhouders dit afgesproken van wat is het leukste om te doen. Ja. En ze zeggen van het water in, dat is het allerleukste. Ja. Dat zie je nu, dat sommigen die liggen helemaal voorop en als ze dan bij het water komen, dan redden ze het niet. Dat is echt schip in. Maar het vergt ook meer, want het is
Het is meer een behendigheidsproef dan een snelheid. Snelheid, ja. Want vroeger ging het over het strand heen, dan jagen je de paarden over de kop. En dat willen we niet meer. En dit is veel leuker natuurlijk. Ja. Iedereen kan winnen. En hoeveel deelnemers hebben we van het jaar? Dit is de eerste keer, voor de eerste keer? Acht koppels. Ik moet even gesoffeerd. Acht koppels. Dus 16 paarden. Dus... Nee, 8 paarden en 8 ponies. Oh, 8 paarden? Het is een... Oh, koppels. Oké. Okay. Oh, dat is best wel. Ja, dat is hartstikke goed. Perfect. We zijn heel tevreden. En naar de bel. Daar kan de pony. Heb je al eerder met de Cypriaan race meegedaan? Nee. Nog niet? Nee. Dus dit is je eerste keer. Ja. Ga je winnen? Denk niet. Waarom niet? De rest is denk ik veel sneller. Is het je eigen pony? Ja. Wat leuk, wat een mooi beest. Nee. Hoe heet die? Chanel. Hoe? Chanel. Chanel, aha. Naar die beroemde mevrouw uit Frankrijk. Ja. Coco Chanel. Ja. Wat leuk. En wat is het? Is een Welsje zeker? Ja. Ja, wat mooi. Wat een mooi paardje, hè? Ben je wel blij mee, zeker? Hoe oud is hij? 8. 8? Oh, die kent nog een hele tijd mee. Ja. Nou, zet hem op. Ja. Pony. Ja. Hoe heet die? Diva. 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 Oh, het is een diva. Ja. Ben jij ook een diva? Nee. Hoe heet jij dan? Jenna. En nog meer? Van Rees. Van Rees? Ja. Dat zie ik wel. Kom maar even dichterbij. Ik ken hem wel zien, dat zie ik wel. En hoe oud is hij? 16 volgens mij. 16 al? Dat is een oude. Ja. Wat leuk. Ga je winnen? Weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Nee. Hoop je het? Dat maakt je niet zoveel uit. Nee, het is meer voor de lol, toch? Ja, leuk. Nou, zet hem op. Ja, de mannen van Hey zijn nog maar net vertrokken. Of meneer Bert Visser laat Hey op zijn grondvesten schudden. Want afgelopen zondag trad Bert op samen met het 27-koppig Noordpoolorkest. Het moest een gezellige boel worden. En dat werd het ook. En de regen bleef op een paar druppels na lekker op afstand. Even een sfeerimpressie en de meester zelf aan het woord. We staan bij het meertje van Hey met Bert Visser. Ja.
En Bert Visser gaat vanavond hier optreden met het Noordpoolorkest. Ja, klopt. Begrepen. En dat is nou omgedoopt door het Alcatraz Orchestra. En ik ben dan Don Pescatore. Ah, kijk. Ja. Het is een beetje regenachtig nog maar. Ja. Ah, wat nu valt, dat valt straks niet meer. Kom goed. Zo moet je het ook maar bekijken. Hoe heet de voorstelling? Don Pescatore en is Alcatraz Orchestra. En dat is simpel, heel simpel. Het is dansen met 3 zangeressen en 27 orkestleden die de sterren van hemel blazen. Dus doet in het theater en ook een paar buitenconcerten. Het is simpelweg lekker dansen, herkenbare nummers, feest maken. Okay. Ik ben de zanger, maar eigenlijk de gastheer. Okay. Die bij elkaar lult. Maar het is de bedoeling dat er wordt gedanst? Nou, in ieder geval dat er wordt bewogen. Dat iedereen op zijn krent in het natte gras zit. Nee, moet wel wat gaan gebeuren. Oké. Okay. Ja. En waarom heb je nou gekozen om dat hier te doen met Meertje van Ee? Nou, wij wilden een aantal waddeneilanden doen. We deden namelijk vorig jaar op Schiermonnikoog. Mm-hmm. En toen is één iemand, weet niet precies wie, één iemand in contact gekomen met iemand van Terschelling. Die zei, die was op Schiermonnikoog geweest. En nou, dat willen wij ook wel hebben. Ja. En zo zijn we hier bij Meertje van Ee beland. En nou, een prachtige locatie zeg. Ja. Mooi hoor. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Hoeveel mensen verwacht je vanavond? Of verwacht er zijn bijna 500 kaarten verkocht. Oh, is toch wel leuk. Dat is er 500 en dat is op dit veldje toch hartstikke leuk. Ja, te gek. Ja. En wat gaan jullie spelen? Ach, B.B. King van Eric Clapton, van Tina Turner tot de meest... Alles als me danst. En is dat nou helemaal nieuw voor jou, om te zingen eigenlijk? Ja, ik doe het voor de gein wel. Dit is ook een geintje. Ik speel natuurlijk in de theater gewoon met mijn soloprogramma. En dit is puur een leuke hobby daarnaast. Mm-hmm. En je kunt ook net altijd het orkest net betalen, dus ik doe het ook voor de fles wijn. En ik heb er zoveel plezier in. Er is niks leukers dan met orkest zingen. Dat is het mooiste wat er is. Dus het is puur een hobby daarnaast en we doen het met heel veel plezier. En hoeveel orkestleden zijn er dan? Want ik heb er wel een stuk of 20 geteld. 26 en de zangeressen erbij. We zijn met z'n... 33 zijn we samen. Maar je kunt dus ook alle genres aan een beetje zo met dit orkest? Ja, we proberen alles. We gaan alles proberen. Alles doen. Nergens bang voor zijn. Nou, heel leuk. Ja, met plezier. Hoe laat begint het eigenlijk? 8 uur beginnen we. 8 uur. En dan gaan we los. Dan gaan we los. Ja, heerlijk. Nou, hartstikke leuk. Kom nog eens terug. Ik kom met plezier. Ik kom altijd graag hier. Dankjewel. Heel succes. Dankjewel. Wat verwacht je hiervan? Een beetje gezelligheid met vooral eilanders, hoop ik. Wat verwacht je hiervan? Ja, één groot feest eigenlijk. Wat verwacht je hiervan? Nee, hè, Lennart, jij weer. Het wordt een groot feest natuurlijk. Ja? Helemaal gezellig en het blijft droog en we nemen een biertje en nou, hoppa. Wat verwachten jullie hiervan? Een mooi optreden. En jij? Veel grappen. Veel grappen? Ja. Volgens mij begint het. Wat vindt u er tot nu toe van? Ja, ik vind het echt waanzinnig. Ja. Ooit eerder zoiets gezien? Nee. Ja, ik heb wel eerder een big band gezien, maar niet... Niet met Bert Visser? Niet met Bert Visser, nee. Maar ik vind het echt heel erg goed. En het lijkt aardig droog te blijven, hè, tot nu toe. Ja, dat valt mee, hè. Ja. En we zijn goed voorbereid. Ja, ik zie het. Nou, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Is het wat je ervan verwacht had? Ja, het is hartstikke gezellig. Colors changing hue. Morning fields of amber green, weathered faces lying. Jellyfish is een collectief dat bestaat uit allerlei muzikanten, jong talent, wereldberoemd. Die werken samen op één podium en het leuke is dat het van allerlei leeftijden ook artiesten zijn. En dat er
even zeggen. Ja, uit allerlei genres afkomstig. Dus het is niet een festival, het is echt op één podium samenwerken. Dus hele verschillende werelden, zoals nu ook Bert Visser, Jim van der Zee, Noordpool. Best wel een gekke combinatie. En wij willen dus juist dat zo doen, omdat je dan geen keuzes hoeft te maken. Dat is het idee erachter. Hoe bedoel je keuzes? Nou, normaal als je op een festivalterrein komt, dan moet je echt denken, dan heb je zo'n schema van welke tent wat speelt. Vaak ook door elkaar heen, dus dan mis je vaak ook iets. En hier mis je dus niks. En je kunt op één plek blijven, dus voor ouderen is het ook heel leuk. Dus we willen ook echt een hele brede doelgroep daarmee aanspreken. En door de diversiteit op het podium is het ook echt leuk voor iedereen. Dus het is voor jong en oud leuk, maar het is ook voor allerlei mensen met verschillende muzieksmaken leuk. Ja, maar jullie doen 40 concerten per jaar, zo'n beetje, hoor ik van Bert. Nee, dat is Bert zelf. Ik wou zeggen Bert 40 zelf. Concerten, ik heb iets gemist. Nee, Jellyfish is dus, dat komt eigenlijk van Schiermonnikoog, maar we breiden steeds meer uit. Dus nu is dit eigenlijk het eerste eiland waar we het ook jullie proberen. Jullie zijn een Schiermonnikoogse organisatie? Ja, daar komt het wel op neer. Daar is het geboren. Daar komen ook steeds nieuwe artiesten bij. En die presenteren we daar. En dan bij alle concerten waar we voor gevraagd worden, want we zijn ook zeg maar boekbaar. Ja. Dit organiseren we zelf, maar er zijn ook partijen die ons boeken. Dat kan dus overal zijn, zeg maar. Dus misschien moet ik ook Ghost de Schelling? Ja, eigenlijk wel, ja. Jullie zijn een uitstap. Even bij de buren. Ja, maar wel een hele leuke. En ik moet ook zeggen dat ik het echt heel... Zonder de hulp van de eilanders hier had ik het absoluut niet kunnen redden. Okay. Dus met dank aan Gerrit-Jan Moes van de Camping De Kooi, Ria en Gijs. Zonder hun had ik het niet gered. Jullie zijn eigenlijk een beetje de tegenhanger van Oerol voor Schier. De wat? De tegenhanger van Oerol. Ik wil zeggen de collega van Oerol. Mag dat ook? Ja. Nee, maar dan zijn jullie al heel wat natuurlijk. Dat is ook wel weer waar. Dan wordt het toch wel heel groot al. Ja. Nee, maar dat is ook het concept, hè? Kleinschalig. Nou, succes. Ja, dankjewel. Okay. Reinoud Douma van het Noordpoolorkest, zoals het heet. Is dit de eerste keer dat jullie met Bert dit doen? Nee. Niet? Dit doen we al eigenlijk voor het tweede seizoen. Ja? Maar het is wel de eerste keer dat we het op de Schelling doen. Vorig jaar heb je het op het Schiermonnikoog gedaan. We doen dit natuurlijk gewoon normaal in theaters, concertzalen. Mm-hmm. Maar vorig jaar was het zo leuk op Schiermonnikoog dat we nu dachten van, hey, wat leuk om nog een eiland te doen. En jullie hebben al in het theater gestaan met dit programma. Ja. Heel bijzondere setting eigenlijk. Hè. Dus het publiek is ook op het podium, net als het orkest, toneel op toneel. Mm-hmm. En die dansen en wij spelen allemaal dansmuziek. En je hebt natuurlijk dansmuziek als trance en techno en waar misschien hele jonge mensen op dansen. Maar dit is dansmuziek van de jaren 70, 80, 90, funk, soul, dat soort muziek. En dat is heerlijk om te spelen. En hebben jullie samen het programma samengesteld? Ja, Bert en ik hebben zelf gekeken. Ja. En waar hebben jullie vooral op gelet? Nou, wat we zelf lekkere nummers vinden in eerste instantie. Als we Earth, Wind & Fire lekker vinden of B.B. King. Dus jullie hebben eigenlijk helemaal niet moedig gedaan. Die hebben gewoon een line-up samengesteld van dat klinkt leuk, ja, dat is lekker, precies. Dat past samen. En dat past ook bij Bert. Bert moet het ook leuk vinden om te zingen. Ja. Bert en zingen. Gaat dat samen? Ik vind van wel. Het is niet alleen zingen. Hij is hier ook de hele showman en aanjager van het feestje. Dus, okay. Nou ja, het is wel heel bijzonder dat het nu een keer in de open lucht is. Tenminste op de Schelling. Ja, zeker. Ja, nou ja, vooralsnog valt dat niet mee met de regen, maar vanavond komt dat vast goed. Ach, je danst jezelf al droog, denk ik. Jawel. Oké, heel veel succes. Yes, dankjewel. Dat de Schelling cultureel zijn mannetje staat, is zo langzamerhand wel bekend. Denk maar aan het Oerolfestival en de vele publicaties als boeken, schilderkunst, beelden enzovoort. En deze maand zorgde het theatergezelschap Compagnie Barvoet voor een nieuw hoogtepunt. De voorstelling Nacht in de Sint-Janskerk. Het werd een doorslaand succes. Op één avond na waren ze allemaal uitverkocht. En wij mochten even om de hoek van de deur kijken. Een nacht in de Sint-Janskerk. Ja. Hoeveelste voorstelling is dit in de reeks van? In de reeks van 10 is dit nummer 8. En hoe is het tot nu toe gegaan? Behalve vanavond zijn alle voorstellingen uitverkocht geweest. Tot nu toe. Tot nu toe? Ja. Dat is echt fantastisch. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat is ook erg leuk voor de mensen die binnen aan het spelen zijn. Mm-hmm. En we krijgen hele goede reacties. Dus, Wat is het voor publiek? Zijn het alleen eilanders of is het ook badgasten die langskomen? Ja, er zitten heel veel badgasten bij, maar er zitten ook heel veel eilanders bij. En iedereen is enthousiast. Dus. En wat voor reacties heb je tot nu toe al gehad? magisch, ongekend voor het eiland.
humoristisch, maar ook heel erg, vertederend af en toe. Ook wel eens wel er is ook wel een traantje gevloeid af en toe. Ja. Maar het is een heel spektakel, hè? Ja, het is een gigantisch spektakel. Het is ook een hele grote voorstelling met een heleboel eilandenkinderen die meespelen, maar die ook aan de hand van de verhalen van Koster Jan Zorgdrager het stuk geschreven hebben, zeg maar. Het is een toneelspel, dat komt echt van hun af. Mm-hmm. Er zit een orkestje, dat is nu onder leiding van Dick de Graaf. Met een aantal dwarsfluiten, een trompet, een aantal ook kinderen die daarin meespelen van de muziekverenigingen. Dan zijn er nog twee Italianen meedoen. Ja, die hoor ik regelmatig, maar die zijn er nu dus ook. Die zijn er nu dus ook, ja. Die zijn er alle 10 voorstellingen bij. Die zijn al vanaf begin augustus hier op het eiland. Ja, ja. Ook om te repeteren en zo. Oké. Ja, dus dat, het is een heel bond gezelschap van een aantal professionals met amateurs. En wat is jouw rol nou? Mijn rol? Wat heb jij? Nou, ik ben 1,5 jaar geleden kwam Judith Oost naar mij toe. We willen dit graag doen. Wil je eens meedenken van hoe... Want we moesten ze stemmen krijgen online voor een bepaalde subsidie. Dus heb ik de Facebookpagina opgestart toen de tijd. En zo is dat een beetje gaan rollen. Dat was eerst wat rustig. En naarmate de tijd vorderde, vanaf juni dit jaar, heel druk met online kaartverkoop. De monitoren hoeveel je verkoopt. Zorgen dat onder de tour op West van Marieke Roos genoeg kaarten heeft. Bij de Boekenboer worden kaarten verkocht. Nou, dat in de gaten houden, veel contact ermee hebben. Sponsors mailen en ontvangen en op een plek wijzen. Nou, en dan. Dat is alleen dus de voer. Ja? En op de avond zelf, ik hou hier een praatje zo meteen. Mm-hmm. Dan achter mij mogen de mensen mee de kerk in. Ik zorg dat de mensen op hun plek komen. En dan doe ik nog een beetje techniek. Je bent gastheer en je doet ook nog techniek. Ja. Maar het is heel leuk. Ja. Het is heel leuk om te doen. Ja, het is erg leuk om te doen. 10 voorstellingen, dat is best veel. Ja, dat is heel veel. Ja. En om eerlijk te zeggen, hadden we niet verwacht dat we tot nu toe alles zouden uitverkopen. Dat is echt ongelooflijk. Een groot succes. Ja, heel groot succes. En daar zijn we heel trots op met z'n allen. Ja. Wij gaan nog even kijken. Ja. Nou, we hebben even vanavond. Veel plezier. Toi. Ja, dankjewel. Dat gaat vast goed komen. Goed zo. Ja.
minst al zelf gedacht hebben. Die is jong, komt van het eiland. Dat zal wel een blijvertje zijn. En dat was ze, want 70 jaar later ziet ze er nog steeds anders. Ik speel voor jullie muziek van een componist die Aafje nog steeds erg dierbaar is. Johann Sebastian Bach. Dik de Graaf maakt het een mooi. Het zit erop. Hoe hebben jullie het ervaren? Leuk. Echt, anders kan ik het eigenlijk niet zeggen. Ik bemerkte dat jullie enorm zijn gegroeid in deze voorstellingsreeks. Ja, maar dat hoort erbij, hè? Ja. Je speelt, je gaat je vrij voelen. Mm-hmm. Jij ook zeker? Ja. Met de muzikanten. Nou, zeker weten. Ja. 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 En je gaat samenwerken. Ja. En is het leuk om met de kinderen te spelen, eigenlijk, muzikaal? Ja, nou, het is elke keer weer anders. Dat komt ook omdat elke keer weer een ander team was. Mm. Wat betekent dat degenen die er niet waren, er ook weer fris tegenover staan. Mm. En weer een eigen inbreng in het geheel hebben. Maar ik vind dat ze het allemaal fantastisch hebben gedaan en heel knap. En ook dank aan Chris, die ook de stukjes gecomponeerd heeft voor deze productie. Die heeft ervoor gezorgd dat alle stukjes op het niveau waren van de kinderen die gingen spelen. Ja, ja. En
Jij hebt het samen met Judith Oost eigenlijk helemaal samengesteld, hè? Helemaal opgebouwd. Als nou, samen met Judith Oost, wij hebben het georganiseerd. Je hebt het gewoon georganiseerd. En we hebben het samen met de jongeren gemaakt. Ja, ja. Dus eigenlijk hebben de jongeren hebben net minstens zo groot. Samen met de jongeren. Ja. Ja, alle beelden die je hebt gezien zijn eigenlijk in samenwerking met de jongeren gemaakt. Ja. Zij hebben het eigenlijk verzonnen, zij hebben de fantasie, wij geven er de structuur aan. Ja, ja. We hebben er ook nog een regisseuse op gehad die dan zeg maar de eindregie heeft gedaan, Mees van den Berg. En ja, samen alles bij elkaar is het gewoon het ding geworden wat het is geworden. En het is een succes geworden, gebleken? Het is een succes gebleken, want nou ja, vrijwel uitverkocht. En dat 10 voorstellingen lang. En dat 10 voorstellingen lang, ja, dat ja. Vind ik een hele prestatie. En dan op een eiland waar een boot tussen zit en al dat soort dingen. Dus ja. 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 Nou, complimenten. Ik hoor ook heel veel reacties van mensen, ook op het eiland. Ja. Van je moet er echt even naar gaan kijken. Nou, we zijn geweest. Ja. En wie het niet gezien heeft, heeft dat gemist. Ja. Ja, wat vond je er zelf van? Ik vond het heel verrassend. Ja. Ik vond het heel verrassend. Ik vond de dynamiek ook heel erg leuk. Ja. En de verschillende facetten, ook in muziek en ook in spel. Dat je dat toch tot een geheel hebt kunnen breien. Dat vind ik echt ja. Nou ja, dan heb ik de interviewer toch aan het praten gekregen. Ja, dat mag ook wel wat zeggen. Ja. Nee, maar nee, we zijn er zelf ook ongelooflijk tevreden over. Wat de jongeren hebben gepresteerd, dat is echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, om op zo'n concentratieniveau te kunnen werken. Op die leeftijd, het is toch wel bijzonder. En raakt dit naar meer? Of zoiets van het volgende project begint al een beetje te broeien? Ik ben bang dat er wel 2 jaar tussen gaat zitten. Ja, nee, dat denk ik. Ja. Het was aardig wat werk. Ja, ja het is wel, het is ongelooflijk leuk om te doen. Misschien in een iets kleinere setting of opzet. Ja. Maar ja, dit riekt wel naar meer om eens af en toe te doen, hè, Dick? Ja, nou, zeker weten. We willen toch samenwerken, zeker. Dat is leuk. Ja. Ja, maar ook heel leuk om een gelegenheid te hebben waarin muzikanten samen kunnen komen om samen muziek te maken. Soms moet daar gewoon een aanleiding voor zijn. Ja. En deze productie was daar ook een aanleiding voor. He, en dat haalt gewoon het beste naar boven bij iedereen. Hm. He, welk niveau je ook hebt, het maakt niet uit. Iedereen geeft gewoon wat hij heeft. He, en dat maakt het tot iets unieks eigenlijk, deze productie. Ja, en een voorstelling met live muziek is altijd veel leuker dan een voorstelling bandje, met een mandje erachter. Ja. Ja. Dus, sowieso, ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. En, bedankt. Blijf nog maar even in de roes voordat je weer gaat landen. Nou, we moeten gaan opruimen. Oh, ja. Is dat weer voorbij? Ja, nee, maar. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan kijken wat we verder gaan doen. We hebben genoten. Dank je wel. Ja. En dan nu de agenda voor deze week. Nou, is er deze week niet zoveel activiteit op de Schelling, maar wij hebben wel een primeurtje. Terschelling TV gaat deze week live vanuit het gemeentehuis op Terschelling. Vanaf nu kunt u de komende winter alle raads- en commissievergaderingen live bij ons volgen. Vanuit een totaal verbouwde raadzaal gaan wij dinsdag 4 september de eerste commissievergadering van de gemeente Terschelling live uitzenden via ons YouTube-kanaal. En uiteraard blijft het ook mogelijk om de vergaderingen achteraf terug te zien, zoals u van ons gewend bent. Allemaal kijken dus, of kom gewoon gezellig naar het gemeentehuis en blijf nauw betrokken bij de plaatselijke politiek. Zo, dit was het dan weer. Heeft u nieuws of andere leuke dingen om te vermelden? Laat het ons weten en mail naar info@terschelling.tv. En wie weet zit jij dan volgende week in het Terschelling TV-journaal. En wilt u helemaal op de hoogte blijven van het rijden en zeilen op Terschelling? Neem dan een abonnement op het weekblad De Terschellinger en ga daarvoor naar www.deterschellinger.nl. Ja, en dan nog even dit. Zou jij het leuk vinden om mee te werken aan Terschelling TV? Nou, dat kan. Wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om nieuws te maken of op een andere manier betrokken te zijn bij Terschelling TV. En dan kun je denken aan camerawerk, geluidsman of vrouw, interviews. Misschien vind je het leuk om het journaal af en toe zelf te presenteren. Maar we zijn ook op zoek naar redactionele mensen die bezig zijn met het leven op Terschelling. Leeftijd is helemaal onbelangrijk. Het gaat er gewoon om dat je plezier maakt met elkaar en ons mooie eiland nog mooier en beter te presenteren en het in beeld te brengen. Nou, ik zou zeggen tot volgende week of tot dinsdagavond 19:30 live vanaf Terschelling.